Het ministerie van Regionale Ontwikkeling heeft 2018 feestelijk afgesloten, compleet met vuurwerk en muziek. Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling zei op vrijdag 28 december tijdens de afsluiting dat het departement vorderingen heeft geboekt in het haast afgelopen jaar. De bewindsman noemde enkele hoogtepunten, waaronder de recente instelling van een managementteam, een secretariaat en drie commissies als onderdeel van de uitvoering van het stappenplan ter realisering van de wettelijke erkenning van de grondenrechten der inheemse en tribale volken in Suriname. Ook recent de oprichting van een produceriefabriek in Marwijnen. Een manifestatie van de inspanningen van het ministerie om samen met het bedrijfsleven binnenlandbewoners te ondersteunen, te ondernemen ter vergroting van hun verdiencapaciteit en om zelfstandiger te worden. De minister zei dat hoewel er ook hier en daar een terugval te betreuren was in de uitvoering van het beleid, hij toch tevreden is over de verrichtingen van het personeel van de commissariaten meegerekend. Hij gaf de harde werkers een 10 voor hun inzet.